In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen praat ik elke week met een partijvoorzitter en twee Vlaams parlementsleden die ook lokaal hun kans wagen. Elke partij die in het Vlaams parlement een fractie heeft, komt aan bod. We zijn intussen toe aan de laatste aflevering. Ik praat met de CD&V. Dag dames en heren, bij mij aan tafel Wouter Beke, de voorzitter van de CD&V, ook lokaal actief, want burgemeester in Leopoldsburg. Nog bij ons Katrien Partika, Vlaams parlementslid en burgemeester van Tienen. En Koen van den Heuvel, ook Vlaams parlementslid en ook burgemeester, maar dan in Puurs. Welkom allemaal in onze studio. Wouter Beke, de campagne is nu al een hele poos bezig. De eindmeet is in zicht. Bent u er gerust in de afloop voor uw partij? Een voorzitter mag nooit te gerust zijn, want dan geeft het een indruk dat je er niet meer voor wil vechten. Terwijl in een campagne is het natuurlijk toch altijd zorgen voor het zo goed mogelijk resultaat. Maar ik ben er wel gerust in die zin dat wij heel veel sterke mensen hebben, 137 burgemeesters. Dat wij ook heel veel sterke lijsttrekkers hebben, de voorbije jaren ook heel sterk geïnvesteerd hebben in die afdelingswerking. En daarnaast ook wel een programma hebben dat heel sterk aansluit bij datgene wat de dagelijkse noden van de mensen zijn. We gaan het over het programma zeker en vast hebben. Waarom ik het vraag of u er gerust in bent, er wordt wel vaak gezegd, het is voor de CD&V deze keer erop of eronder. Laat ons wel lezen, de meeste centrumsteden bent u eigenlijk al een poosje kwijt, maar u bent nog altijd marktleider in de landelijke steden, de landelijke gemeente, de meeste burgemeesters levert uw partij, maar u wordt daar nu uitgedaagd door de partij met de meeste parlementsleden, de N-VA. Gaat het daar dan toch vooral niet om? Om dat overeind blijven voor de CD&V? Er staan natuurlijk wel heel veel op het spel. Hè. De hele media, maar niet alleen de media, ik denk dat dat ook voor de N-VA geldt, is helemaal gefocust op Antwerpen. Antwerpen is een belangrijke stad, ook voor ons. Anders zou Chris Peeters daar niet de lijst trekken. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook nog wel 300 andere steden en gemeenten. Waar jullie marktleider zijn. En nu vraagt iedereen zich af, gaat de CD&V overeind blijven? Ja, waar we niet alleen marktleider zijn, maar wat ik ook wel belangrijk vind, dat in de komende 6 jaar daar een goed beleid wordt gevoerd. En daar ook de mensen vertegenwoordigd worden en dat de belangen van die mensen kunnen vertegenwoordigd worden op dat lokale niveau, maar ook op dat provinciale niveau en op die andere niveaus. Waarom ik dat vraag of het zo belangrijk is om overeind te blijven, is omdat er natuurlijk volgend jaar opnieuw verkiezingen zullen zijn. Dat is zo. En dan wil je natuurlijk wel beginnen in een goede startpositie. Hè? Ja, maar dat is voor elke partij zo. Dat Rakkaard heeft al vaak aangetoond, wie een burgemeester heeft, ja, dat geeft een partij een boost, ja. Ook voor volgend jaar. Wel, iedereen zal zich proberen zo goed mogelijk te positioneren, ook naar de verkiezingen van volgend jaar toe. Dat is voor de CD&V niet anders. En we hebben daar zeer goede kaarten voor. Dat okay. Klopt. Koen van den Heuvel, bent u er gerust in? In Puurs of op Vlaams niveau? De beide. In Puurs, ik weet het wel, het wordt een vieze gemeente, maar daar heeft u een comfortabele meerderheid vandaag die tegen een stootje kan. Dat maakt u natuurlijk wel iets meer gerust, neem ik aan. Ja, dus in Puurs hebben we de voorbije 6 jaar denk ik ook goed gewerkt. Hè, dankzij heel veel mensen, mijn collega's, college, gemeenteraad, maar ook veel actieve burgers. Hè, want we proberen toch onze mensen ook zoveel mogelijk te betrekken bij heel wat initiatieven. Co-creatie noemt dat. Hè. Bijvoorbeeld, we bouwen een nieuw sportpark, maar de sportverenigingen zelf hebben dat in beheer en zijn ook de bouwheer. Maar dus nu met de fusie is dat toch een nieuwe uitdaging. Hè? Maar goed, de realisatie is dat stemt u gerust om naar de verkiezingen te gaan? Ja, nee, we hebben ook een goede ploeg samengesteld. Ja. Hè? Dus we zijn een volkspartij en ook, denk ik, het team dat zich nu aanbiedt op 14 oktober straalt dat uit. Een goede mix van jong en ervaren, van dynamische krachten. Ook heel goed gespreid vanuit alle leeftijdsgroepen, vanuit alle dorpen, deelkernen. Ik moet zeggen, iedereen die hier al geweest is, zegt dat ze een goede ploeg hebben, dat ze goede krachten hebben en er willen voor gaan. Hè. Maar bij ons is dat ook nog waar ook. Katrien Partika, in Tienen heeft u die comfortabele meerderheid die Koen van den Heuvel in Puurs heeft niet eigenlijk. U bent pas 3 jaar geleden burgemeester geworden. Heeft u in die 3 jaar christendemocratische accenten kunnen leggen? Absoluut, hè. Daarom hebben we die onbestuurbaarheid uitgeroepen, omdat het om ons te doen was om aan een nieuw Tienen te bouwen. En dat is toch wel echt gelukt. En welke christendemocratische accenten zijn ik dat denk, dan? Ik denk, we zijn begonnen met een identiteitsplan rond de 10, waarin we eigenlijk samen met de tienenaren hebben gekeken van
hoe wil jij dat je stad eruit ziet? Hè? Hoe kunnen we samen bouwen aan dat nieuwe team? Maar is dat typisch christendemocratisch? Dat zou een andere partij misschien ook kunnen doen. Ik denk de verbondenheid en wat de mensen zelf doen, doen ze beter. Ik denk dat het toch wel een kernwaarde is van CD&V. En dat ontbrak een beetje in onze stad. Hè? De verbondenheid, het sociale weefsel is eigenlijk een beetje stuk gegaan. En daar heeft u aan gewerkt de voorbije 3 jaar. Daar zijn we aan begonnen. Waarom ik dat vraag? Ik vraag me dat vaak af. Hè. Kan je op een liberale, een socialistische, een christendemocratische manier afval ophalen, straten aanleggen, pleinen onderhouden, kinderopvang organiseren, een bibliotheek openhouden? Zijn dat niet gewoon taken die een gemeente of een stad moet doen, ongeacht wie daar aan de knoppen zit? Ja, maar de manier, ja, dat zijn allemaal opdrachten die een lokaal bestuur moet doen, maar de manier waarop dat je daar invulling... Het gaat om lokale verkiezingen, hè? Ja, maar de manier waarop dat je daar invulling aan geeft, die kan toch wel heel verschillend zijn. Maar dat is christendemocratisch. Wel, liberalen en nationalisten bijvoorbeeld, die hebben het toch vaak ook op het lokale niveau over een bestuur dat zo klein mogelijk is en laat de privé dan maar allerlei opdrachten vervullen die dat ook anderen kunnen vervullen. Socialisten vinden vaak dat de overheid alles moet doen, dat ook een stad alles moet doen. Wij zeggen inderdaad, je moet kijken naar de mensen. Ik geef een heel concreet voorbeeld. In de zomervakantie, wie organiseert activiteiten om jongeren in die 2 maanden bezig te houden? Je kan daar eigen medewerkers voor aantrekken. Je kan zeggen dat de privé dat maar organiseert. Of je kan zeggen, we organiseren met Scouts, met Giro, datgene wat er moet gebeuren. Ja. Wel, die derde insteek, dat is de onze. Het gaat niet alleen over het investeren in stenen. Hè. Daar zijn geen grote ideologische accenten. Maar in het investeren in mensen, denk ik, maken wij wel het verschil. Ja, als ik op straat zou vragen welke partij associeert u met propere lucht en fietsen, dan gaat één bepaalde naam heel vaak voorkomen. Als ik zou vragen met welke partij associeert veiligheid, dan komt ook heel vaak een andere partij die genoemd wordt. Als je zou vragen wie doet dit voor de standigen, nog een andere partij. Met welk onderwerp associëren mensen dan automatisch de CD&V? Ik denk met goed bestuur, levenskwaliteit en geborgenheid geven aan de mensen. Mag dat eens concreet in Puurs? Ja, denk ik met levenskwaliteit is dat wij niet de partij van of zijn, maar en. Hè. Dus wij proberen naar een gezond evenwicht te gaan door economische dynamiek, zowel door goede bereikbare industriezones, een sterke lokale handel, maar toch ook daar een evenwicht te zoeken naar en in harmonie te zijn met groene rust. Hè. Dus dat er voldoende groene plekjes zijn in dat centrum en ook parkdomeinen waar de mensen tot rust komen. Ook een fijne harmonie tussen werk, gezin en vrije tijd. Hè. Dus onze werkzaamheidsgraad is in Puurs bijna 78%. Hè. Dus een van de hoogste in Vlaanderen. Wel, dat kan ook. Eén, omdat mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan ook betrokken worden. We hebben een heel activeringspolitiek. We hebben ook heel wat sociale werkplaatsen, hè, die meer dan 300 mensen te werk stellen. Dus iedereen telt mee. Maar dus evenwicht met zijn dat nu recepten gezin, waarvan u zegt van elke gemeente of stad in Vlaanderen die door christendemocraten wordt bestuurd, die pakt dat op die manier aan? Ja, ik denk dus dat er een grote lijn is die daarnet Wouter heeft verteld. Hè. Dus wij willen inzetten op dat sociaal weefsel in onze gemeente om mensen zoveel mogelijk te betrekken bij het bestuur. Hè. Dus het concreet voorbeeld van dus die speelpleinwerking, bij ons gebeurt dat ook door animatoren en door een privéorganisatie. Maar we proberen jongeren die dat dus tegen een vrijwilligersvergoeding doen heel kwalitatief in te vullen. Dat is een werk niet alleen van die 2 maanden, maar die rijden een traject een gans jaar aan een stuk waar we verschillende activiteiten doen. Zo leren jongeren verantwoordelijkheid opnemen en zich inzetten voor de samenleving. Ik denk dat dat toch wel de juiste aanpak is om zo verbondenheid concreet in te vullen. Ja, Katrien Partika, dat evenwicht zoeken tussen wat besteden we uit aan privépartners, wat doen we zelf als gemeentelijke overheid. Hoe vult u dat in Tine? Ik denk dat dat een zoektocht is, hè? Maar bijvoorbeeld het parkeerbeleid is nu in handen van een privéfirma. Ik zou graag een nieuwe legislatuur naar een nieuw soort concessie gaan waar we samen bijvoorbeeld met sociale economie zouden kunnen werken. Maar dat is concreet hoe kan je daar sociale economie van maken, van parkeertickets uitschrijven? Als je een bestek opmaakt waarin je zegt dat er moet samengewerkt worden met een lokaal sociaal economieproject of op vlak van tewerkstelling, of ook bijvoorbeeld kijken de inkomsten die eruit komen, hoe gaan we daarmee om? Gaan we die terug opnieuw investeren in verkeersveiligheid? Dat het is
hoe moet ik zeggen, de zin van parkeerboetes is niet het financiële aspect, maar hoe maken we onze maatschappij, onze samenleving een stukje beter? Maar goed, ik val het even samen. Wie voor de CD&V kiest, kiest voor een model waar het midden wordt gezocht tussen de privé inschakelen, overheidsdiensten organiseren en nagaan wat, wie moet wat gaan doen. Nu, ik hoe kan je daar de samenleving en binnen de krachten in de samenleving dat brengt mij tot mijn volgende punt. De CD&V kiest resoluut voor een betrokken samenleving. Zo begint de tekst op de website van de CD&V als je het tabblad verkiezingen aanklikt. Nu, een betrokken samenleving. Ik ken nog wel een paar partijen die dat willen, een betrokken samenleving. Waarom zou u dat kunnen claimen en anderen niet? Omdat wij ook in de praktijk brengen wat we vertellen aan de mensen en ook op onze website zetten. Al onze burgemeesters, denk ik, zijn daar ten zeerste mee begaan. En er is, de ene gemeente is niet te vergelijken met de andere gemeente. Puurs is niet te vergelijken met Tienen en ook niet met Leopoldsburg. De manier waarop dat je daarnaar kijkt, de manier waarop dat die betrokkenheid invult, is wel anders. Maar de idee van hoe zorgen we ervoor dat over de verschillen heen groepen en gemeenschappen betrokken worden, kansen krijgen, maar ook op hun verantwoordelijkheden worden gewezen, rechten krijgen, maar ook gezegd worden, dit zijn wel de plichten die je moet vervullen als je mee wilt deel uitmaken van onze samenleving. Ja. Dat is denk ik typisch voor de christendemocratie. Koen van den Heuvel, één ding weet ik zeker. Op 1 januari bent u geen burgemeester meer van Puurs. Want Puurs fuseert met Sint-Amans. Waarom heeft u die stap gezet? Want als ik het lijstje gemeenten overloop die fuseren, ik stel vast, zijn bijna overal CD&V-besturen die die stap hebben gezet. Waarom heeft u dat gedaan? Ja, waarom dat Puurs en Sint-Amans dat hebben gedaan is om tot een meer slagkrachtige gemeente te komen, maar toch een gemeente op mensenmaat te blijven. Hè. En dus vandaar dat het heel belangrijk is voor ons als christendemocraten dat dat op een vrijwillige manier gebeurt. Hè. Het is niet toevallig, denk ik, dat veel andere partijen langs de kant van de weg roepen dat het moet gebeuren, maar in de praktijk niet tot de daad kunnen overgaan. Ja, je zou natuurlijk ook wel kunnen zeggen, het is een manier om dat christendemocratisch overwicht te consolideren. Oh, nee, ik denk dat dit een beetje te kort door de bocht is. Trouwens, Sint-Amans wordt bestuurd door een coalitie. Hè? Dus door een coalitie van CD&V met een lokale lijst. Ja, nee, dat is een evenwichtige coalitie. Het is een CD&V-burgemeester, maar in het college is het voor de rest evenwichtig. Hè? Want, in de gemeenteraad ook, hebben jullie toch overwicht? 8-7 was dat. Hè? Mm-hmm. Dus die coalitie is een evenwichtige coalitie. Ja. Maar ik denk, en ik voel nu ook, de voorbije weken heb ik heel wat huisbezoeken gedaan in Sint-Amans. Dus in het voor mij een nieuwe deel. En ik voel dus dat er een heel groot draagvlak aan het groeien is. En ik voel dat ook bij onze ambtenaren. Er zit ambitie in dat project. Er wordt gedragen door onze ambtenaren. En hoe gaat ze heten, de nieuwe gemeente? Ja, de nieuwe gemeente gaat Puurs Sint-Amans. Geen nieuwe naam verzonnen of zo? Nee, zoals in sommige gemeenten wel gebeurd is. Hè? Ja. Zou je dat in Tienen eigenlijk overwegen? Met welke buurgemeente zou je dat zien zitten, zo'n huwelijk? Er zijn een aantal gemeenten met wie dat dan mogelijk zou zijn. Maar ik ben concreet? Nog pas burgemeester, dus ik zou eerst graag nog een legislatuur orde op zaken stellen in Tienen. Goed, begin eens te dromen en over een schaalvergroting. Welke gemeenten zou je wel best zien zitten? We zitten in een politiezone al enkele jaren, samen met Hoegaarden. Nu recent hebben we nog een uitbreiding gedaan, een fusie met de zone Landen-Linter-Zuid-Leeuw. Maar ik denk dat Hoegaarden... Dat zou kunnen vertaald worden, politiek, naar ja, gemeente. Ik denk die regionale samenwerking is iets waar we sowieso op inzetten, op vlak van veiligheid, economie. Wie ons het meest na aan het hart ligt, is Hoegaarden, omdat we daar al langs mee samenwerken en historisch. In elk geval, het resultaat van die fusies zijn grotere gemeenten. En dat brengt me bij de Centrum Steden Waterbeke. Als ik het lesje overloop, dan tref ik daar nog weinig CD&V-burgemeesters aan. Hè. Een van die steden is Antwerpen. Chris Peters is daar de koopman. Wouter van Bezien van Groen, Bart Wever van de N-VA hebben in een gezamenlijk interview al laten weten dat ze in hem geen burgemeester zien. Dat is niet fijn om te vernemen, neem ik aan. De vraag is wat de Antwerpenaren van denken. Hè. Dus ik ging er ook niet van uit dat Bart Wever of Wouter van Bezien in de kopman van de CD&V een burgemeester zien. De vraag is wat de Antwerpenaren van denken. Dat zullen we op 14 oktober weten. Ik wil toch even terugkomen op uw inleiding. Wij hebben wel degelijk in de centrumsteden heel sterke burgemeesters. Wim Dries in Genk, Nadja van Anrooy in Hasselt bijvoorbeeld, Chris de Klerk in Roeselare. We zitten ook in een aantal andere steden mee. Zijn we wel rond met die drie? Mee in het bestuur. We besturen in veel van die centrumsteden mee. En ook vlak onder die centrumsteden, daar delen we op in vele steden en gemeenten wel degelijk de lakens uit.
Dus we hebben een duidelijke visie ook hoe dat zo'n gemeente of een stad moet bestuurd worden. En daar gaan wij voor. Ja, Chris Peters is vanuit uw gemeente vertrokken eigenlijk. Hij heeft ontslag genomen uit de gemeenteraad in Puurs. Is hij goed bezig in Antwerpen? Ja, denk ik dat Chris toch wel voor een nieuw leven in Antwerpen heeft gezorgd. Ja, nochtans, de lijstvorming liep niet van een leien dakje. Hè, met een rabbijn die eerst wel, dan niet op een lijst zou staan. Iemand die gepakt wordt met heroïne in de koffer. Ja, dat is heel plezierig voor de pers om die twee zaken uit te lichten. Maar ik denk als je het globaal plaatje... Dat kunnen ze ook niet ontkennen natuurlijk. Het globaal plaatje bekijkt, er zijn in Antwerpen tientallen kandidaten. En daar heeft men ook voor een grondige verjonging gekozen. Ik denk dat in Antwerpen, zowel voor de stad als in de districten, heel wat dynamische, jonge, nieuwe krachten op die lijsten staan met nieuwe ideeën voor de stad. En dat is de uitdaging. Hè. Het gaat heel veel rond personen in Antwerpen. Maar het is de grootste stad van Vlaanderen, de metropool van Vlaanderen. En hoe moet die stad in 2030 of in 2050 eruit zien? Daar moet het debat over gaan. En CD&V heeft in Antwerpen daar denk ik heel sterke klemtonen voor gelegd om een stad op mensenmaat te maken. Wereldspeler, maar toch heel lokaal ingebed met een sterk sociaal weefsel. Maar dat is concreet een stad op mensenmaat. Waar kunnen de Antwerpenaren dat vandaag al aan zien? Ja, dus dat is de uitdaging voor de volgende jaren. Ik denk dat de voorbije zes jaar... Ik vraag het omdat CD&V vandaag ook al deel uitmaakt van het stadsbestuur, hè? Ja, maar ik denk, en dan nog heel lang, hè. Dus Antwerpen is ook een stad die vervuilt momenteel. Hè. Er komen heel grote infrastructuurtrajecten ook. Mobiliteit is en blijft een uitdaging voor ook kleinere gemeenten, hè, maar zeker ook voor een stad als Antwerpen. Dat is nu... op Vlaams niveau ook ontknoopt die knoop rond Oosterweel. Dus op die manier, denk ik, hebben we sterke troeven om Antwerpen op mensenmaat te maken, waar ook de mobiliteit terug een stap voorwaarts kan zetten. Iets anders, Katrien Partika. Kent u uw kiezers in Tiene? Kent u ze persoonlijk? Maar weet u welke bevolkingsgroepen u vertegenwoordigt? Ik probeer toch zoveel mogelijk Tienenaars te kennen ook, maar ik ben een geboren en getogen Tienenaar, dus ik denk wel dat ik de Tienenaar ken. Ja, je hoort namelijk wel eens zeggen, de CD&V heeft een demografisch probleem. Het publiek van de CD&V veroudert, wordt dan gezegd, en daarom verliest de partij zijn achterban. Vandaar mijn vraag, kent u die achterban die u heeft in Tienen? Spreekt u jonge mensen aan? Spreekt u vooral een ouder publiek aan? Hoe weet u dat? Nee, ik denk niet dat we daar al kiesonderzoek naar gedaan hebben, maar ik denk het verhaal dat we alleen oudere kiezers zouden aantrekken, ik geloof daar eerlijk gezegd niet in. Dat is toch niet zoals ik het aanvoel. In een stad leeft ook van alles, hè. Het is een kleine stad. Maar heeft u jonge mensen iets te bieden waarvan u kan zeggen, kijk, dit gaan ze alleen maar bij de CD&V vinden? Oh, absoluut, ja. Ik denk het afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een Heldenland in Tiene gekomen. Dat is een speelwalhalla voor jonge gezinnen en voor jonge mensen. Dus ik denk absoluut dat CD&V daar de keuze maakt voor jonge gezinnen in de stad. Hè. Die levenskwaliteit is ook heel belangrijk in de stad. Dat voelen we ook heel erg. Mensen willen... Maar is dat dan typisch CD&V, een speelhal voor jonge kinderen? Ik kan me voorstellen dat andere partijen dat even goed zouden doen. Ja, maar ik vind uw sociologische redenering eerlijk gezegd nog wel kort door de bocht. Ten eerste... De groep van ouder wordende mensen wordt alsmaar groter. Dus, tuurlijk, we horen voortdurend berichten over Vlaanderen vergrijst. Mocht dat ook een electorale realiteit worden, dan ziet het er voor ons zeer veelbelovend uit. 20 jaar geleden zat ik al aan de universiteit en werden er redeneringen gemaakt door sociologen over dalende roltrappen, smeltende ijsschotsen en met de vaste... visie of visioen dat over 20 jaar de christendemocratie niet meer zou bestaan. Want die roltrap ging naar beneden en het ijs zou weggesmolten zijn. Ja, niets goed. Is minder waar. We zijn nog altijd die sterkste ingebedde en de grootste, krachtigste lokale vandaar partij. Vandaar mijn vraag heel concreet. Wat kan u bieden aan jonge mensen waarvan we zijn zegt, de tweede partij. CD&V? Wel, bijvoorbeeld de voorbeelden die door mijn collega's zijn aangehaald. De combinatie tussen arbeid en gezin. Het gaat niet alleen over hoe kunnen we meer jobs creëren. Dat doen we. Hè. Meer dan 200.000 jobs zijn er al gerealiseerd deze legislatuur. Maar ook, hoe zorgen we ervoor dat dat op een goede manier kan gecombineerd worden met gezinstaken en gezinsopdrachten. Als de CD&V er niet was geweest, dan zouden wij geen nieuw kinderbijslagsysteem hebben gehad. Ja, maar we zijn bezig over een ander niveau. Wat kan u lokaal bieden? Wel, maar als u het heeft over lokaal, dan is het bijvoorbeeld dat. Zorgen dat er voldoende kinderaanbod is in mijn gemeente... hebben wij beslist dat de kinderaanbod met 50% zal toenemen.
Als u vraagt aan jonge gezinnen, wat is een van de grootste bekommernissen die dat ik heb? Dat is, hoe kan ik die combinatie tussen arbeid en gezin waarmaken? En daar nemen ChristenDemocraten het voortouw. Ja. Ik heb uw bijdrage aan het openingscollege van professor De Vos nog eens bekeken. 13 redenen om met vertrouwen naar de toekomst te kijken. De 10e was de middenweg. Mm-hmm. Dat illustreert wat u hier al hele tijd zegt, die middenweg. Wel, dat was sociaal-economisch. Je kan op twee manieren sociaal-economisch kijken naar de realiteit en ook kijken hoe gaan we onze economie invullen. De ene is de neoliberale manier. Dat zie je in de Verenigde Staten. En wat is de slotsom daar? Dat is dat mensen, die het een groter wordende groep, die het steeds moeilijker hebben, die zelfs geen huizen meer kunnen kopen en die afgedankte caravans moeten gaan kopen om daar te kunnen logeren. En een kleiner wordende groep, die heel rijk is, die zich op de golfterreinen kan weten te begeven en die rijkdom alleen maar ziet groeien. Dat is één model. En daar zien we ook in ons eigen land heel wat protagonisten van. Een ander model, dat is zorgen dat je sociaal-economische groei hebt en sociale vooruitgang. Dat je zorgt dat die economische groei voor een zo groot mogelijke groep wordt ingezet. Dat doe je door werknemers en werkgevers niet tegen elkaar uit te spelen, maar samen te hebben. Als in Vlaanderen, in welzijn, in onderwijs, collectieve arbeidsovereenkomsten worden gesloten, dan is het omdat het christendemocratische ministers zijn geweest die gezegd hebben, we gaan ze niet tegen elkaar uitspelen, werkgevers en werknemers, we zetten ze samen rond de tafel en we kijken samen wat de weg vooruit is. Het Rijnlandmodel valt dat lokaal te vertalen? Dat is het Rijnlandmodel. En daar valt natuurlijk ook een lokale vertaalslag aan te geven. Dat is de vertaalslag om te zeggen, we moeten ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen aan een job zijn. Maar de manier waarop dat gebeurt, daar gaan we wel kijken naar elk individu, naar elke persoon afzonderlijk. Je kan de ene niet zomaar vergelijken met de andere. En dat betekent dat je met de VDAB of met lokale projecten de ene gewoon naar de privé kan doorstromen. Dat kan zijn dat je kan zeggen, voor een bepaalde groep die we vandaag zien dat het heel moeilijk heeft, gaan we kijken of dat we dat niet in onze contracten kunnen steken om te zeggen, daar moet een sociale component zijn. Of bijvoorbeeld, ik geef een heel concreet voorbeeld. Ik ben geconfronteerd geworden met een asielcentrum dat ik gedurende jaren moest hebben. Daar zaten een aantal mensen die na de sluiting van dat asielcentrum bij ons in de gemeente zijn blijven wonen. We hebben er een absolute prioriteit van gemaakt om ze Nederlandse les te leren. En met opleidingen op het terrein. Dus ze moesten niet naar de VDAB gaan. Ze kwamen naar ons om te zeggen, wij gaan u opleiden voor heel concrete jobs op 6 à 8 weken tijd. En die zijn vandaag aan de slag. En die zijn vandaag allemaal aan het werk, waardoor dat onze werkloosheid in Leopoldsburg met 26% gedaald is. Dat is 3 keer zoveel als het Vlaams gemiddelde. We hebben maar een paar minuten meer, maar het zijn ook nog provincieraadsverkiezingen. Mensen zouden het misschien wel durven te vergeten. Een vraag die ik hier elke week heb gesteld. Moeten ze blijven bestaan? Ik weet het eigenlijk al, dat jullie willen dat ze moeten blijven bestaan. U gaat zelf niet meedoen, dacht ik. Nee, ik doe niet mee. Nee. U ook niet, hè? Maar goed, moeten ze blijven bestaan, die provincies? Ja, onze partijpunt is heel duidelijk. Hè. Dus wij pleiten voor het behoud van de provincies. Wat is de meerwaarde? Een goed tussenniveau tussen lokale besturen en Vlaanderen. Maar ik pleit wel ook dat provincies voldoende regionale inbedding hebben. Hè. Dus dat verschilt nogal in Vlaanderen. Hè. De werking van provincie Limburg en West-Vlaanderen verschillen denk ik een beetje van die in het centrum van het land. En zeker in Antwerpen, waar je in Antwerpen de identiteit hebt van de stad metropole. En dan heb je natuurlijk de Kempen en dan de Mechelse regio, waartoe Puurs ook behoort. En vandaar dat wij ook in Antwerpen voeren wij nu campagne, een provincie met streken, in de zin dus dat de provincie ook een motor kan zijn van die regionale ontwikkeling. Daar zitten wij in. Ik denk dat het heel goed is dat boven die lokale besturen een bestuur blijft die coördineert, bijvoordeeld het waterbeleid, ruimtelijke ordening. Ja. Daar hebben we ook al intercommunales voor, hè? Ja, maar nee, maar intercommunales, dat zijn voor mij meer dus de nutsintercommunales rond watervoorziening. Het is iets anders dan waterbeleid, watervoorziening, elektriciteit, dus ruimtelijke ordening. Hè. Dus als we die betonstoppen absoluut willen invoeren in 2040, dan denk ik hebben de lokale besturen een belangrijke rol. Maar het is ook goed dat vanuit dus de provincie daar een coördinerende rol wordt gespeeld, want dat is toch wel een enorme uitdaging. U wou nog eens toevoegen over dat provinciaal niveau? Ja, inderdaad. En ik wil de link leggen met het lokale niveau, omdat het grootste vertrouwen die mensen in de politiek hebben, ligt op dat lokale niveau. En dat moeten we koesteren.
Excuseer me, nee. Ik vrees dat heel veel mensen de provincieraadsleden niet kennen, ook de deputés niet. Nee, maar ik kom op mijn punt met de provincies. En als we dat willen, dan moeten we zorgen dat die goed kunnen functioneren. En daarvoor hebben we provincies nodig die bindende krachten tussen steden en gemeenten kunnen nemen om dingen samen te nemen, belangen samen te verdedigen. Als we dat niet doen, en daarom willen sommigen ook de provincies afschaffen, dan ga je zien dat je David en Goliath hebt. Dat je één heel grote stad hebt in Vlaanderen. Er is er eigenlijk maar één echte. Dat is Antwerpen. 550.000 inwoners met een enorme kracht en economische power, waar Vlaanderen ontzettend veel ook investeert en terecht. Maar daarnaast zitten er dan 300 kleine Davidjes. En als je dan wil dat die ook... Heb je buffer nodig van de provincie? Je hebt die samenwerking nodig, je hebt die belangenverdediging nodig om te zorgen dat ook zij hun legitieme belangen verdedigd kunnen worden. Vlaanderen is er niet alleen voor 500.000 Antwerpenaren. Vlaanderen moet er ook zijn voor de 6 miljoen andere Vlamingen. Ja, Katrien Partika, u doet niet mee aan de provincieraadsverkiezingen, wel aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. Nu, je kan alleen maar meedoen aan de verkiezingen in de gemeente waar je woont. Ja. Dat is jouw partner, Koen van den Heuvel. Je kan alleen maar opkomen in de gemeente waar je woont. Lukt dat zo'n beetje een koppel zijn en toch elders wonen? Verkiezingen is het nog drukker dan anders, maar het is leuk omdat je allebei weet hoe druk dat je het hebt. Dus dat is alvast geen discussie, maar voor de rest voeren wij volop campagne in onze eigen gemeente. Wij wonen daar ook voor alle duidelijkheid. Dus, en bijzonder graag. Absoluut, ja. Okay. Ja. Sorry heren, maar de vrouwen krijgen het laatste woord in ons programma. Bedankt in elk geval. De liefde kent geen grenzen, dus. Bedankt in elk geval om toch het laatste woord. Wouter Beke, bedankt voor uw komst naar onze studio. Koen van den Heuvel, u ook bedankt. Katrien Partika, bedankt om tot bij ons te komen. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.